We zijn er. We gaan even de akoestiek testen. Hey mensen, top dat jullie weer kijken. We zijn vandaag niet in onze eigen werkplaats. We zijn vandaag in de Werkspoorkathedraal in Utrecht. Want we zijn hier namelijk voor een evenement van vakkanjers, net als vorig jaar. En we gaan vandaag deze in stukken slijpen. En terug een motor van maken van de voorkant. En de achterkant, dat wordt een rijend bankstel, hadden wij bedacht. Want... Niks tegen zo, hè. We hebben vandaag assistentie, want dit is Niels. Ja. En jij hebt ook een YouTube kanaal, toch? Ja, ik werk samen met vakkanjers. En dat doen wij van testlab, maken wij eigenlijk een simpele variant van dit soort dingen. En die maken en testen we dan, dus ja, ik mocht jou helpen daarbij. Ja, mooi. Ja, we hebben net al even staan kijken, want daar staan wat creaties die jij gebouwd hebt, hè. Ja. Laten we nog even kijken. Ja, er hoeft weinig uitleg bij, ja, bij deze natuurlijk. Als je dit niet snapt waar het verdient, dan heb je nog nooit gebouwd. Nee, dan nee. Heb je nog nooit gebouwd. Nee, inderdaad. Hé, hey, maar dit is een aardappelkanon of zo. Een luchtdrukkanon. Dus kun je gewoon met een fietspomp kun je hem oppompen. Meestal gaat je fietspomp niet heel veel verder dan 5 bar. Maar er zou 12,5 bar op mogen staan. En dan staat het hendeltje trekken en dan net wat er in de loop zit, schiet je af. Maar dat ding fascineert me ook wel. Ja, die is leuk. Die is echt heel leuk. Dus, een hoevenkracht gemaakt van bladblazers. Dus je hebt eigenlijk twee bladblazers die blazen constant lucht eronder. Ja, daardoor krijg je een luchtkussentje. Dan gaat hij eigenlijk, ja, wilt hij omhoog. Ja, en daardoor zweef je dus. En die doet het toch? Die doet het. Die kunnen we vandaag testen. Die gaan we vandaag testen, ja. Vet. Ja, want wat we nou willen gaan maken, we hebben natuurlijk daar een vooras die kan sturen. We hebben hier nog een vooras, maar dit wordt dan straks de achteras. En die kan ook sturen. We willen eigenlijk zorgen dat we met één stuur allebei die stuurhuizen kunnen bedienen. Dat die eigenlijk tegen elkaar insturen. Want als we alleen diagonaal rijden, daar hebben we natuurlijk niks aan. Dus we moeten nou even kijken hoe we hem eronder gaan zetten. Met aan welke kant het stuurhuis moet komen, dat we met onze kettingjes die stuurassen aan elkaar kunnen maken en dat we dan het gewenste resultaat hebben. Even het stuurslot eraf halen.
alsof een zweefmolen. Maar dan anders. Best duizend van toch? Goed joh. Ja, ja super. Hey vet. Ja. Dit ziet er toch comfortabel uit joh. Hier moeten we nog een vloertje maken. Met een tafeltje met bloemetjes erop en met een tv erop en zo eigenlijk. Hij is bijna klaar om te testen eigenlijk. Ja, we moeten de benzine nog even aansluiten. Dirk las nog even op de achtergrond de uitlaat vast. Het laatste dingetje. De bank staat nou met een paar bouten vast. Dat is nog niet voldoende, maar ja, om dadelijk even naar buiten te rijden, dan daar kan het wel mee natuurlijk. Zo. Zo, we hebben prik. Maar dan hè, de startdraad, zou dat deze? Het is hem ook niet. Maar dat maakt op zich niet uit, want we kunnen ook met een draadje gewoon rechtstreeks op de startmotor hè. Ja. Hop, hop. Elke keer net, hè? De spanning stijgt. Er staat een hele delegatie te wachten tot die gaat lopen. Alleen ons contactslot werkt nog een beetje tegen. Je bent gewoon helemaal afgeleiden. Zie je dat? Nee.
We zijn weer thuis. En we konden het niet laten om toch nog even te proberen om deze te starten. Maar het lijkt erop dat de regen onderweg onze ontsteking een beetje om zeep geholpen heeft. Dus helaas, hij doet het nog niet. Ja, dat is een beetje een tegenvaller. Maar dat gaan we natuurlijk wel oplossen. Dus dat komt binnenkort zeker in een video natuurlijk. Want wij zijn wel benieuwd hoe die rijdt ondertussen. Ik bedoel, ziet dat er comfortabel uit, of niet? Vorige week hebben we gezegd dat er een aantal mensen kaarten konden winnen voor de Indie Robot Games. Want dat is namelijk al volgende week zaterdag. Dus, ik heb hier een lijstje met gelukkige winnaars. Dat is Christoffer Boyen. Joost Langendijk. Nick Persoon. Sjors Wagenmakers. En Ben Visser. Ja, hopelijk zien we jullie dan zaterdag. En wil jij er nou nog bij zijn? Dat kan natuurlijk. Check even onder in de beschrijving. Staat een link en dan kun je ook nog komen. En wij gaan nog wat voertuigen meebrengen. Misschien deze wel, als je het doet. Maar hebben jullie nou nog suggesties voor leuke dingen om mee te brengen? Zet even onder in de comments welk voertuig jullie graag zien. Hè? Dan misschien brengen we die dan wel mee. Hey, bedankt voor het kijken en tot de volgende. We hebben net de afsluiter eigenlijk al gefilmd. We douwen het ding van de kar. En zeiden, oké, zullen we nog één keer proberen voor de grap of hij het doet. We zeggen tegen elkaar, let op, nou doet hij het. Hij doet het! Nou, dat je wel moet rijden, toch?